Hi, welkom. In deze video heb ik voor jou een korte clip uit de driedaagse training Persoonlijkheidstransformatie. In de training leer ik hoe je de oude verhalen in het onderbewustzijn opspoort en verandert. Omdat je onderbewustzijn namelijk je waarneming dicteert. En in feite gebeurt er weinig om je heen, maar is het meer wat jij ervan maakt, wat er om je heen gebeurt, dat dicteert wat voor koers je in je leven vaart. En wanneer je een brandend verlangen hebt, zoals Napoleon Hill het noemt, of een doel, dan zie je vaak dat mensen uitdagingen tegenkomen om dat doel te bereiken. Door deze training zie je dat de handvatten die ik heb gegeven de sleutels zijn waarmee ik zelf en ook andere mensen help om vrij te worden jouw doel te bereiken. Zo direct zie je dus een korte clip uit de training. En ik wens je heel veel plezier met het kijken naar deze clip. En kijk hem helemaal tot het einde. Laat je reactie hieronder achter. De bovenste kant van de cirkel heeft 5 antennetjes. Dat zijn de zintuigen. En die zijn verbonden met het bewustzijn. En het onderbewustzijn, dat gaat over jouw emotionele reacties. Nou, je hebt positieve emotionele reacties in heel veel situaties. En je hebt soms ook een ongewenste emotionele reactie. Misschien, je zou het een negatieve emotionele reactie kunnen noemen, maar het woord negatief is beter om anders te verwoorden. Een ongewenste emotionele reactie, right? Gisteren hebben we ook gezien waar emotionele reacties vanuit voort kunnen komen. Dat kan vanuit angst komen, dat kan vanuit schaamte komen, dat kan vanuit schuld komen, het kan vanuit boosheid komen. Het kan vanuit dat soort emoties komen. Dus in je onderbewustzijn zit ook die betekenissen die jij als kind, of ergens waar je dat ook hebt opgepikt, die oude betekenissen, eventueel gecombineerd met de boodschappen die je jezelf gaf op momenten die voor jou uitdagend waren, zitten ook in je onderbewuste. Dus dat zijn allemaal clusters, verzamelingen van verhalen, stories, die hebben qua structuur, zijn die opgebouwd uit betekenissen, gezichtspunten, redeneringen, overtuigingen. In deze context zijn dat alleen maar verschillende woorden voor hetzelfde. Je zou het kunnen samenvatten als een verzameling percepties. En natuurlijk keek je als kind anders naar de wereld dan nu. Echter zijn er nog bepaalde situaties die je merkt als een emotionele reactie, die vaak de percepties uit de kindertijd bevatten. Hè, dus zo heb je gezien dat wanneer jij met je ogen iets waarneemt in de omgeving, wat volgens jouw onderbewuste lijkt op iets van toen, dat je dan een emotionele reactie kan krijgen, die we negatief kunnen noemen, die uit een oud verhaal komt. Dus dat is een OV. OV is een oud verhaal. Nou, oud verhaal bedoelen we dus mee ook de betekenissen die je gaf op negeren. De betekenissen die je gaf aan uitgelachen worden. De betekenissen die je gaf aan die schaamtechnieken. Die zitten ook in het onderbewuste. Zo natuurlijk ook de positieve emotionele reacties. Ja, dus jij loopt bijvoorbeeld in een bos en je ziet het zonlicht schitteren over de bladeren. Dat kan een overweldigende, mooie, positieve, emotionele reactie veroorzaken die ook uit je onderbewuste komt. Natuurlijk zijn we op dit moment in persoonlijkheidstransformatie met name gericht op een helingsproces waar we kijken naar het tegenovergestelde van heling ook. En ook wat nodig is om weer compleet te worden of om heel te zijn. Dus de schaduw bekijken we. En gisteren heb je eigenlijk een heel schaduwpad bewandeld. Het vierstaps helingsproces is in die zin een schaduwpad. Enerzijds omdat je vaak niet bewust bent van dat soort dieperliggende patronen. In die zin ligt het of zit het in de schaduw. En ook waarvoor we ons schamen, ligt een schaduw over. Bijvoorbeeld wanneer je je schaamt voor een deel van jezelf, wat eigenlijk een talent of juist iets heel goeds is, dan zie je dat
dat talent of datgene wat juist heel goed is, in de schaduw is. Dus terug naar de stickman. Het oude verhaal zit hierin. Een emotionele reactie is puur dat het oude verhaal, waar het ook vandaan komt, in je bewustzijn geschoten wordt. Oftewel, hey, het schiet me in gedachten. En dat gaat razendsnel. Vandaar dat gelijk ook je lichaam in die vee van vibratie is dit, in dat gevoel terechtkomt. Neem bijvoorbeeld boosheid. Neem bijvoorbeeld schrik of vrees, dichtklappen, onzichtbaar worden. Voel je gelijk in je lichaam. Maar de oorzaak is enkel en alleen de oude perceptie. Nou, wat gebeurt er? En dit is echt zo belangrijk om te beseffen, dat op het moment dat jij in een emotionele reactie geschoten bent, of wanneer je een emotionele reactie hebt die je niet wilt, op dat moment ben je in een hypnotische staat terechtgekomen en lijkt het alsof je niet meer kan kiezen. Lijkt het. Dus je grootste kracht die je hebt, is de kracht om te kiezen met je bewustzijn. Dus schrijf op, de kracht om te kiezen. Dan kun je ook zeggen, vrije wil. De kracht om links af te gaan of om rechts af te gaan zit daar ook bij. En bij de kracht om te kiezen zit ook datgene wat jij accepteert of tolereert. En datgene wat je afwijst. En datgene wat je dus niet tolereert. Dat is een soort spier die in het bewustzijn woont. Dat doe je met je intellect. En met jouw redeneringsvermogen. En die zitten in je bewustzijn. En je onderbewustzijn kan niet kiezen. Je onderbewustzijn voert alleen de programmering van het oude verhaal uit en doet alles om het in leven te houden. Daar kan ook een weerstand vandaan komen. Daar kunnen ook terugwaartse rationalisaties vandaan komen. Daar kan uitstelgedrag vandaan komen. Wat allemaal pogingen zijn om jouw geest te kapen en de kracht om te kiezen te deleten. En in wezen kan dat niet. Echter in je ervaring, wanneer je in een emotionele reactie zit, lijkt het wel alsof je niet kan kiezen. En dan denk jij dat jouw ervaring de waarheid is. Maar er is een groot verschil tussen je ervaring die je hebt en de waarheid. Dus waarheid gedefinieerd als zijnde, de kracht om te kiezen kan niet van je vandaan. En dus die waarheid wil je herinneren op het moment dat je een emotionele reactie zou hebben of hebt, om dan iets gezonders te kiezen, iets beters te kiezen, iets productievers te kiezen, iets liefdevollers te kiezen. Iets te kiezen wat in lijn is met je doel en je droom en je visie, te kiezen met je intellect. Maar wat gebeurt er, nogmaals, als je een emotionele reactie hebt, dan is de bovenkant van de cirkel is als het ware gekaapt. Je amygdala in je brein is dan ook op een bepaalde manier bewerkt. En dan lijkt het alsof je de kracht om te kiezen kwijt bent. Dus laat me weten wat het grootste inzicht is. Of wat voor jou een eye-opener is. Wat ik tot nu toe heb verteld en laten zien hiervan. 1 of 2 mensen. Wat kun je hiermee doen, gezien het werk waarvoor je in dit weekend gekomen bent? Dankjewel. Dus in plaats van om in de slachtoffermodus terecht te komen van het oude verhaal, ondanks hoe je je voelt,
moet je leren om de kracht om te kiezen te gebruiken in je dagelijks leven. Maakt niet uit hoe je je voelt, want het gevoel komt bijna altijd simpelweg van het oude verhaal. Nou, dat klinkt gemakkelijk, dat is niet altijd gemakkelijk te doen. Reden 1 waarom dat niet altijd gemakkelijk te doen is, voor mij, ik stond helemaal niet stil bij de kracht om te kiezen. Ik dacht, ja, dat is zo cliché, de kracht om te kiezen. Maar ik gebruikte het dus niet. Ik gebruikte niet op momenten dat ik vast zat, uitstelgedrag had of mijn emotionele reactie, nam mijn hele lijf over, mijn hele denken over. En ik dacht, er bestaat niets anders buiten dit. Dus mijn intellect was gekaapt. Ik was net zoals een dier was ik geworden dan. Net als broccoli was ik geworden. En dan ga ik terug in de evolutie. Wij als mensen hebben het intellect gekregen om onze eigen omgeving te creëren. En in die zin zijn we anders dan dieren en of planten, omdat dieren en planten alleen maar hun instinct kunnen volgen en niet erbuiten kunnen optreden. Mensen echter kunnen met de kracht om te kiezen hun leven, energie, sturing en richting geven. Maar, en daar komt natuurlijk ook de ontwikkeling van het intellect, met name tussen 0 en 7 waar dat opgebouwd wordt, om de hoek kijken. Dus reden 1 waarom het voor mij onmogelijk was om een blokkade op te lossen, is dat ik helemaal de blokkade werd en me niet besefte op dat moment, hey, ik kan gewoon kiezen. Dus mijn mentor zei, ja, jij denkt niet. En dat maakte het natuurlijk helemaal bont. Want ik dacht, hoe bedoel je, je denkt niet. En dat heeft me 2-3 jaar geduurd om dat te begrijpen. Dus aan de hand van dit model is het zo dat een emotionele reactie is eigenlijk een voortspinsel van het verleden. En denken doe je met je bewustzijn, waar je een nieuwe gedachte, dit wolkje, het resultaat dat je wilt, kiest. En natuurlijk voor ogen houdt, ten alle tijden. Dus wanneer je een nieuw resultaat kiest, doe je dat in je bewustzijn. Dat staat los van je onderbewustzijn. Dus ik had geleerd, mijn programmering zei, dat kwam er natuurlijk ook door mijn NLP-achtergrond en mijn hypnose-achtergrond, het onderbewustzijn is de powerhouse. Daar alles draait om het onderbewuste. En dat is wel waar, maar de bovenkant van de cirkel moet het onderbewustzijn dirigeren, programmeren, sturen, leiden, zoals een kapitein op het schip. In mijn geval was het, oké, het onderbewustzijn is de powerhouse. Hoe ik dat interpreteerde was, ja, ik heb zelf niets te zeggen eigenlijk. Want het is mijn onderbewuste. En dus was ik bezig met mijn onderbewuste te programmeren, wat heel veel vruchten heeft afgeworpen. En dat is natuurlijk een goede route. Echter, je wordt dubbelkrachtig, of ik werd dubbelkrachtig, wanneer ik ging leren om in de moeilijke momenten niet meer mee te gaan in het oude verhaal. Maakt niet uit hoe pijnlijk het was of wat het ook was. Ik ging niet meer mee in het oude verhaal. En ik begon te leren de bovenkant van de cirkel te gebruiken om een aandacht te gebruiken om iets anders te kiezen. Super, super simpel is dit. Maar de uitdaging is natuurlijk om het op het moment supreme te doen in je dagelijks leven. Waardoor je niet, waardoor je intellect dus niet gekaapt wordt. Dus dat is super interessant. Dus in plaats van in de slachtofferrol mee te gaan en je hele intellect denken niet meer te hebben en je grootste kracht weg te geven aan het verleden of aan het oude verhaal, wil je de kracht op te kiezen integreren nu in je denken. En meenemen als een van de grootste gereedschappen die je ooit kunt gebruiken.
Dus dat is in een notendop eigenlijk wat we gisteren hebben gedaan. Alleen nu leg ik meer accent op de krachten om te kiezen, voeg ik eraan toe. Dit is een stukje manifestatie waar we morgen naar gaan kijken. Maar met name gaan we kijken in dit weekend, zoals je weet, naar 6 lagen kernhond, sabotagepatroon en 4-staps-helingsproces. Wat met name gericht is op het opsporen van die splinters of de lekkages in een huis. Waardoor je het in het licht zet, waardoor je heel veel zicht krijgt op, ja, dit zijn die oude verhalen. Waar je dan meer en meer afstand van leert nemen, meer en meer leert helen, meer en meer leert te doorprikken. Je leert het oude verhaal te doorprikken. Waardoor je niet in de slachtofferrol komt en ook geen mensen aantrekt of omstandigheden aantrekt die in harmonie zijn met het oude verhaal. Want je kunt de klok erop gelijk zetten. Zodra iets in je onderbewustzijn zit, zoals een oud verhaal en een nieuw verhaal, zit het in je lichaam. En zonder dat je het doorhebt vaak, ben je acties aan het ondernemen om dingen te manifesteren of resultaten te krijgen die je niet wilt. En dan kun je vaak merken, als je heel eerlijk bent, ja, dat is exact in harmonie met datgene wat ik juist niet wil. Ja, dat komt omdat het nieuwe, met de kracht om te kiezen, nog niet voldoende geïnstalleerd is en of geprogrammeerd is in je onbewuste. Dus nu ga ik het belangrijkste zeggen wat ik tot nu toe heb gezegd. Zie het als groeipijnen en niet als ik heb therapie nodig. Er is helemaal niets mis met mij. Er is helemaal niets mis met jou. Er is nooit iets mis geweest met je. En het enige waarom je soms zou denken, ik ben niet goed genoeg of iets in die trant, dat is de story. Dat is niet de waarheid. Want alles in de natuur heeft een functie die specifiek nodig is voor expansie en groei van de natuur. En wij ook, jij ook. En dus dat betekent, op het moment dat je een negatieve emotie zou ervaren, dat het enkel en alleen maar vertelt, je bent nu niet meer in harmonie met de waarheid. En dat is ook wel interessant om het zo te beseffen. Je bent op dit moment niet meer aan het denken. Je bent op dit moment in een dier veranderd en je hebt alleen nog maar een reactie. Of zo'n autootje die tegen een muur gaat en dan naar een andere muur. Dus dat is een reactief bewustzijn. Dat hebben we als mensen. Alleen er zijn natuurlijk hogere niveaus die jij al hebt, die heb je al ontwikkeld. Alleen die wil je gewoon blijven gebruiken. Ja, net als een spier die je lang niet gebruikt, of je been die in het gips is geweest, of een arm in het gips, nou, dan duurt het weer een tijd om dat te gebruiken. Is exact hetzelfde met de mentale vermogens die je in je bewustzijn hebt. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat je reactie hieronder achter en ik zie je in de volgende video.